directeur van Irado. En Irado houdt zich bezig met beheer van de openbare ruimte en afvalinzameling bij gemeenten. We hebben een 250 mensen in dienst. Over het algemeen medewerkers die wat lager opgeleid zijn. En dat heeft ook te maken met ons werk. Daarnaast hebben wij SW-mensen in dienst, dus mensen met een SW-indicatie. En helpen wij werkzoekenden aan een baan. Wij leren de werkzoekenden een vak, zodat ze uiteindelijk door kunnen stromen naar het reguliere bedrijfsleven. Wat wij merken is dat onze medewerkers gemiddeld toch een probleem hebben met taalvaardigheden. Daarom zijn wij een tijd geleden begonnen om taaltrainingen te geven. Dat doen we door een docent in te huren. En zelf hebben wij vrijwilligers die die mensen enthousiasmeren en actief begeleiden. Zodoende merken we dat onze mensen vaktechnisch beter worden. Ze lezen hun instructies beter, maar wat belangrijk is, ze gaan het ook begrijpen. Ze begrijpen het. En we willen dus ook met z'n allen veilig werken. En kijken we naar de werkenzoekenden, dan zien we dat zij door met name de taaltrainingen gewoon een betere slagingskans hebben op een baan buiten Irado. We zijn daar succesvol in. We hebben ook onze teamleiders opgeleid om taal te herkennen, om laaggeletterdheid te herkennen en hun medewerkers te enthousiasmeren om ook actief deel te nemen aan de trainingen. We merken nu ook dat medewerkers naar ons toekomen en die zijn trots en vertellen als ze bijvoorbeeld 's avonds de krant lezen en een boek. En als organisatie zijn we daar trots op en voor hun doen we het ook.